Vandaag focussen we op voedselbossen. Ja, je denkt, voedselbossen, klimaat, dat staat nogal ver van elkaar. Het tegendeel is waar. Omdat die klimaatcrisis uiteindelijk toch veroorzaakt wordt doordat we als mensen de band met de natuur, de band met de voedende planeet, verloren hebben. En Therese de Bruyne, die webinar gaat geven, die is ervan overtuigd dat we die band moeten herstellen, dat we aan verbinding moeten werken met mensen, met al het leven dat deze planeet mogelijk heeft gemaakt. En voedselbossen zijn daar een concreet voorbeeld van. Therese is iemand die uit de mediawereld komt, storytelling, het digitale heeft ontdekt in de loop der jaren. En dan ook vastgesteld dat dat digitale ook een geweldige klimaatafdruk heeft. Hè? Omdat de uitstoot van al die servers, van al onze computertjes en zo gelijk staat met de uitstoot van het vliegen wereldwijd. Hè. Vandaar ook dat ze dat engagement als ambassadeur voor de grootouders heeft opgenomen. Dat ze zich verdiept heeft in wat voedselbossen kunnen zijn. En dat ze heel concreet in Aals bezig is met de uitwerking van een project. Daarover gaat ze het nu hebben. Wel bedankt dat je dat voor ons wil doen, Therese. Graag aan u het woord. Eerst en vooral voel ik mij ontzettend vereerd dat ik hier mag zijn, omdat ik door heel veel daarover te lezen en na te denken en research uit te pluizen, heb ik ook ontdekt hoe belangrijk dat grootouders een rol kunnen spelen in wat er nodig is om deze planeet te redden, hè? Denk ik, hè? Want daar hebben we het over. Ik ga hier even naar mijn scherm gaan. Heel kort wie ik ben, is ik ben geboren in Brussel, geadopteerd door een gezin uit Kortrijk, van de familie van de Bruyne. Dus ik ben een dochter van bakkers. Dus ondernemen zit mij zo'n beetje in het bloed. En eigenlijk heb ik altijd in de media gewerkt, van tv-producers, van de eerste film, van de eerste K3-film, tot Bonjour Congo met Rudy Franks, of de bende van Wim, allemaal wel niet onbekend. En de laatste jaren, zoals Hugo zei, ben ik vooral bezig met digital. Hè. Dus ik introduceer start-ups die met nieuwe technologie zijn in het medialandschap. Dat gaat van AI, Internet of Things, NFT's en blockchain. En ik dacht, net zoals heel veel mensen, dat inderdaad die blockchain en zo wel vervuilend was. Hè? Want daar is heel veel rekenkracht voor nodig. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Want het grootste vervuiler waar we veel te weinig aandacht aan besteden, is eigenlijk aan het feit dat we ontzettend veel data aan het verzamelen zijn. Zodanig veel dat we eigenlijk exponentieel veel meer servers nodig hebben om al die data op te slaan. Servers worden gemaakt met chips, dat moet gemijnd worden. Daar is van recyclage bitter weinig te merken. En eigenlijk merk je dan dat je enorm vervuilend bezig bent. En dat was een shock. Want dat was eigenlijk op hetzelfde moment dat ik merkte, in het midden van COVID, hoe moeilijk heel veel mensen het hadden. En eigenlijk, ja, zelfs mensen rond mij, die hebben er letterlijk en figuurlijk ook de stekker uitgetrokken. Dus dat zijn zo van die momenten in iemands leven waarvan je nadenkt van, waar ben ik eigenlijk mee bezig en is dit the way to go? Nu, ik ben iemand die niet bij de pakken bleef zitten, dus ik dacht, ik moet terug aarden. Ik heb vroeger nog een opleiding de interieurrichting gedaan. Ik zag hoe dat mensen naar buiten trokken, dus ik dacht, ik doe een opleiding tuindesign. Maar na 2 weken zei mijn lerares eigenlijk dat ze zo fier was dat zij kon spuiten met Roundup en wij niet. En ik was in shock en ik dacht, ja, dit klopt niet, hè? Het slechte nieuws, ik hoef je dat allemaal niet te vertellen, is we weten dat we allemaal dringend actie moeten ondernemen, moeten inzetten op die klimaatdoelstellingen die we moeten halen en op biodiversiteit en slim omgaan met de wereld, hè, en met de ruimte die we hebben. En jammer genoeg zijn we eigenlijk niet zo goed bezig. En biodiversiteit is zo'n woord, maar dan hadden we niet altijd nog weten waar gaat dat eigenlijk over. Hè. Dus eigenlijk zijn dat 2 woorden, biologisch en diversiteit. Hè. Dus je hebt genetische diversiteit, dat wil zeggen dat je eigenlijk verschillende genen hebt in planten, dieren, zwammen en micro-organismes. Je hebt diversiteit op soortenniveau, hè. Dus van zwammen, algen, bacteriën en ook de mens. Hè. Wij zijn ook een soort, hè. Dus hoe diverser we zijn, hoe beter.
En diversiteit op vlak van ecosystemen zijn de moerassen, rivieren, bergen. Hè. Al die dingen werken eigenlijk samen. En het grote verschil is met biodiversiteit is dat dat een dienstverlening brengt die we niet kunnen vervangen met technologie. Hè. Dus we hebben die productiediensten, hè, als we water willen uit de kraan, energie, biomassa, voedsel. Hè. Dat zijn allemaal dingen waar biodiversiteit een ontzettende belangrijke rol in speelt. We hebben die regulerende diensten, ik hoef het niet te zeggen. Hè. Als het een niet in balans is, ja, dan gaat de temperatuur stijgen, om maar een voorbeeld te geven. We hebben de culturele diensten, het belang van die biodiversiteit voor ons welzijn, hè, maar ook de symbolische waarde, want uiteindelijk komt het erop neer is dat hè, in ons DNA zit eigenlijk de biodiversiteit van de eeuwen die nog moeten komen. Dus dat natuurlijk erfgoed is ontzettend belangrijk. En de abiotische bronnen, die we zeker als het gaat op vlak van chips en data en servers ontzettend vervuilen. Het is eigenlijk zo dat er een enquête is geweest als het gaat over de bedreigingen in de wereld, hè, dat biodiversiteit zeer hoog is aangeschreven. Dus we hebben, als het gaat over risico's die we als aarde, hè, als planeet aan het ondergaan zijn, dan is de extreme weersomstandigheden een ontzettend groot risico, hè, zeggen al die wetenschappers. Maar biodiversiteit staat op nummer 2. Dus, en als het dan gaat over impact op nummer 4. Dus die biodiversiteit is minstens even belangrijk als de klimaatcrisis. Beide hangen eigenlijk zeer nauw aan elkaar verbonden. Ik denk dat ik jullie niet hoef te overtuigen dat de Groene Revolutie nu moet beginnen. We weten dat we dat allemaal moeten doen, maar heel veel mensen weten eigenlijk niet hoe ze eraan moeten beginnen. Er is zelfs eigenlijk nu in de psychiatrie een nieuwe... hoe zou ik zeggen, klassificatie, ze noemen dat eco-anxiety. Dat zijn mensen die echt met het klimaat dagelijks bezig zijn en die compleet in stress gaan omdat ze merken van het wordt ondergesneeuwd, we kunnen niks doen en ze hebben het gevoel dat ze reddeloos zijn. In Vlaanderen, de cijfers zijn simpel. We hebben ongeveer 9% of 10% bos, maar we hebben 10% van onze Vlaamse tuinen is in privéhanden. Dus dat wil eigenlijk zeggen is dat we voor die 10% niet hoeven te wachten tot de overheid iets doet of tot iemand anders iets doet, maar daar kunnen wij zelf een heel grote bijdrage aan spenderen. Zo groot zelfs dat als we in onze Vlaamse tuinen anders zouden inrichten, we ongeveer een klein miljoen CO2 kunnen opslaan. We hebben de Vlaamse bedrijven die hetzelfde zouden kunnen doen met hun bedrijfsterreinen. We hebben de scholen die hetzelfde kunnen doen en de steden die hetzelfde zouden kunnen doen. Dus om die eco-anxiety tegen te gaan, er zijn echt wel dingen die we zelf kunnen doen. Wij hebben eigenlijk gezegd, of ik heb gezegd, kijk, ik wil in actie. Ik wil het gevoel hebben dat ik mijn steentje kan bijdragen en eigenlijk helpen om die duurzame verandering teweeg te brengen. En wij hebben het voedselbos, gebruiken we eigenlijk als alibi om mensen anders te doen leren denken, wonen, leven en werken, om net die duurzame verandering teweeg te brengen. Community guarding is voor ons heel belangrijk, dus door het samen te doen, omdat samen ja, staat er veel sterker en kunnen elkaar ook inspireren en helpen. Zelfredzaamheid is daar ook ontzettend belangrijk. Door die community guarding activeren we het bewustzijn door voor de natuur te zorgen dat je ook ziet wat de impact is op de natuur van je eigen actie. Het reduceert de stress en het boost je immuunsysteem. Research heeft uitgewezen dat bij kinderen in de kleuterschool, ik denk in Finland was het, is dat het immuunsysteem van kinderen op 30 dagen tijd enorm verbeterd was. Dus het heeft absoluut ook voordelen om die natuurconnectie, natuur in de klas, in scholen, te introduceren. En wij hebben heel veel research verricht waarin dat we gezien hebben dat een gezonde geest en gezondheid ontzettend afhankelijk is van je connectie met de natuur. Dus connectie met de natuur, dat hebben we gezien ook in Engeland, zijn daar heel veel studies over gebeurd, wordt eigenlijk daar zelfs al voorgeschreven als een soort medicijn, omdat ze merken is dat mensen sneller genezen en zich sneller beter voelen. Het is wel zo, en dat vond ik ontzettend... Voor mij was dat echt een voor en na. Er is een groot verschil tussen in de natuur gaan wandelen en in de natuur vertoeven als recreant en die natuurconnectie. Als we die natuurconnectie echt willen verzorgen, dan moet je eigenlijk de zintuigen gaan activeren om dat te doen.
En als ik kijk, hè, ik heb heel veel gelezen over de actieradius van kinderen vroeger, en jullie zeker zijn allemaal opgegroeid. Jullie konden 's morgens weglopen, 's avonds thuiskomen, moeder zei dat is oké. Jullie konden in de bossen gaan experimenteren, in de natuur gaan experimenteren, en we zijn dat eigenlijk kwijtgeraakt. En ik heb dat aan de lijve ondervonden. Dus ik ben opgegroeid in een gezin van bakkers. Hè. Mijn ouders waren bakkers. En ik ben eigenlijk de eerste adoptie omdat hun oudste dochter vermoord is geweest. Hè. Magda de Bruyne, misschien een verhaal dat jullie dat heel vaag wat herinneringen oproept. Maar ik ben echt opgegroeid met waar gaat het naartoe, hoe laat gaat het thuis zijn. Omdat, hè, dat was wel voor mijn tijd dat was gebeurd. Maar die angst van veiligheid en buiten zat er bij ons ingebakken. Als ik dan gekeken heb naar het pre- en post-Dutroux-tijdperk, dan merk ik ook daar een verschil. Want dan heb ik gezien hoe dat ook bij andere kinderen, wat dat voor mij de normale manier was van opgroeien, de vrijheid is weggenomen. Hè. De straat was onveilig. Je ging niet... Drie Koningen bijvoorbeeld was... Vroeger gingen wij met drie alleen op stap. Ja, vanaf dan was het, de ouders zijn mee of een van de volwassenen zijn mee, om toch maar zeker te zijn dat we veilig, hè, in die buitenwereld kunnen vertoeven. Het is zelfs zo dat ze in Engeland hebben bestudeerd dat nu met COVID er veel meer jongeren in de natuur hebben doorgebracht. Maar nummer één activiteit was de natuur, de biodiversiteit gerust laten. Dus dat wil eigenlijk zeggen, die natuurconnectie, die zijn we niet aan het verbeteren door mensen nog meer in de natuur te laten wandelen. Dat zit echt in die natuurconnectie, in dat kunnen die zintuigen activeren, stilstaan bij de natuur, experimenteren, bijna letterlijk proeven, luisteren en horen. Dus toen ik op zoek ging naar andere manieren om met die natuur te kunnen omgaan, ik ben een alleenstaande moeder, ik werk keihard, de moestuin is aan mij niet besteed. En ik ben eigenlijk terechtgekomen bij Robert Hart, dat was een journalist uit de jaren 1960, die in de laatste wereldoorlog voor de Duitsers, alleen niet voor de Duitsers, maar heel veel boodschappen van de Duitsers had geïncrypteerd. En hij had zoiets van, ja, ik wil ook anders gaan leven. Hij wou voor zijn moeder en zijn broer zorgen, die zwaar hulpbehoevend was. Begonnen met een bioboerderij, niet gelukt. En dan heeft hij eigenlijk als eerste een van die voedselbossen opgestart. Plans for the Future is een documentatie wat hij allemaal heeft gedaan. Maar wat dat zo mooi was, ik wou eigenlijk teruggaan naar die lokale zelfraadzame gemeenschap. Hè. Ideeën in praktijk omzetten en gewoon het zeer gemakkelijk maken. En wat is dat nu, die voedselbossen? Hè. Uiteindelijk is dat niet zo ingewikkeld. Ik zeg altijd, dat is eigenlijk een bos dat geen bos mag worden. Hè. Bij een bos staan alle bomen en struiken redelijk dicht bij elkaar. Bij een voedselbos zetten we ze wat veel meer uit elkaar, zodat er ook licht kan penetreren. Ik noem het een beetje de lasagne van lekkere, eetbare bomen en struiken. Hè. En dan iemand zei, ja, in Afrika eten ze waarschijnlijk de bomen op. Nee, ik bedoel dan natuurlijk mee de bessen en de vruchten. Dus je hebt een hoge kruinlaag, een lage kruinlaag, een struiklaag, een kruidlaag, een kruilaag of kruiplaag, een ondergrondse laag en een verticale laag met klimmers. Hè. Dus eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Hè. De bedoeling is dat al die verschillende lagen samen groot kunnen worden. En wat is nu net zo bijzonder aan die manier van je tuin in te richten of agroforestry te doen, dat zal ik direct uitleggen, is het feit dat je het ondergrondsweb van dat gebeurt, dat zich afspeelt ondergronds, is minstens even belangrijk als bovengronds. Hè. Ze hebben nu pas ontdekt hoe belangrijk al die mycorrhizen, zoals het heette, al die ondergrondse schimmels wel zijn. Het is zelfs zo is dat bomen die tot 42 meter ver van elkaar staan, ondergronds met elkaar in contact zijn. Als je wilt weten hoe dat klinkt, als je 220 hertz intikt op YouTube, dan kan je het geluid van ondergrondse bomen die met elkaar communiceren horen. Suzanne Simard heeft zelfs research gedaan, dat is een Canadese researcher, die heeft ontdekt dat de moederboom in contact staat ondergronds met de zaailingen, dus navelstreng, en dat die eigenlijk voor elkaar zorgen. Dus ondergronds is ontzettend belangrijk. Ik wil ook zeggen, is dat een volledig bos kappen, het ontzettend moeilijk wordt voor die zaailingen helemaal op hun alleen om groot te worden. Dus ze zijn daar nu aan het onderzoeken van, hoe ver kunnen we gaan en hoe moeten we ervoor zorgen dat we dat ondergronds schimmelnetwerk kunnen behouden om sterker te kunnen werken. Uiteraard
Bladeren breken de val van regendruppels. Het kan tot 50 km per uur zijn. Het zorgt ervoor dat de insecten ook plaats hebben om hun ding te doen en eigenlijk van die bloemen de nodige dingen, de nodige vruchten maken. Dit zijn allemaal, ik ga daar niet te veel in detail op ingaan, maar het zijn eigenlijk allemaal voordelen die een voedselbos biedt. Je kunt er eten uithalen, je kunt stel van de vruchtbaarheid, biodiversiteit is het echt een zegen. Het zorgt ervoor voor een microklimaat en het reguleert de klimaat. Ook in steden kan het tot 8 graden verkoeling zoeken, het feit dat je kunt schuilen in een bos. Dus het heeft alleen maar voordelen. Groot verschil tussen een moestuin en een voedselbos. In een moestuin moet de grond op 1 jaar tijd heel snel bewerkt worden. Dus op 1 jaar tijd moet die grond alles geven aan die plant, of aan die groente, om groot te worden. Wordt ook alleen maar ingezet op 1-jarigen. Dus de bodem raakt snel uitgeput. Het is ook dikwijls niet divers genoeg. En het vraagt heel veel onderhoud. Bij een voedselbos, en wij noemen het smuljungle, maar ik zal het straks toeleggen, wordt de grond zo min mogelijk bewerkt. We proberen bij vaste planten te werken. We planten aan. We plukken de vruchten, dus we woelen de bodem niet. Een bos heeft op termijn ook geen water nodig. Ik denk niet dat er iemand zijn bos gaat water geven. Ik zeg ook op termijn, een nieuwe aanplant gaat ervoor zorgen als we zo'n zomer hebben, zoals een paar jaar geleden. Ja, dan moet je voor jouw plant goed zorgen. En we vertrekken van de bestaande situatie. Dus we gaan niet de grond eerst helemaal verbeteren. We gaan gewoon kijken voor de juiste keuzes en de juiste planten op de juiste grond. En op die manier inzetten op een divers plantgoed. Het is onderhoudsarm. Ik zeg onderhoudsarm, want als je het niet onderhoudt, dan wordt het bos. Hè? Dus het is wel belangrijk dat je het blijft onderhouden. Is dat nieuw? Nee. In de prehistorie was dat er ook al. We bootsen een voedselbosrand na. Hè? Dus meer licht dan in een bos. Er is ook een boom voor elke tuin. Ik kan ten stelligste Martin Hermy zijn boek aanraden. De juiste boom voor elke tuin. We kiezen voor duurzame planten. Dus, er zijn nu al overal onderzoek gebeurd naar wat zijn de beste plantensoorten om te kunnen inzetten die het kunnen doen met de klimaatverandering die er eigenlijk al is. We werken met bestaande grond. Wij maken ons sterk is dat je binnen de 3 jaar al eetbaars lekker kunt krijgen uit jouw stukje grond. En het kan op termijn ongeveer per persoon zijn offset per are eigenlijk van iemand de CO2 te reduceren. Dus het is echt absoluut de moeite om daarop in te zetten. Nu, wij zitten ook in het Action Lab van ILVO, dat eigenlijk nu met een beweging is om alle boeren ertoe over te overtuigen om ook meer in te zetten op bosakkerbouw, waarin dat je... En dat is agroforestry, zoals dat heet, waarin dat je bomen als cultivaris combineert samen met akkerbouw. In Nederland heb je Ketelbroek, dat al jaren aan pionieren is op vlak van voedselbos. En zij hebben op dit ogenblik veel meer opbrengst dan gewone reguliere landbouwers hebben. Hè? Dus zij hebben hun bos zo ingericht dat ze 100% inzetten op fruit en notenproductie. En zij slagen erin, na jaren experimenteren, om inderdaad evenveel economische rendabiliteit te genereren als bij gewone akkerbouw. En in te zetten op veel meer biodiversiteit. Op dit ogenblik groeien de voedselbossen als paddenstoelen uit de grond. Het is ook heel dikwijls eerder recreatief, hè, waarin dat opbrengst mooi meegenomen is, maar niet noodzakelijk het hoofddoel. En bij ons ligt het accent op community building en dat gaan we zo meteen toelichten. In Utrecht bijvoorbeeld wordt het by design al mee ontworpen. Nieuwe woonwijken, omdat het echt ook allochtone inwoners en autochtone inwoners met elkaar verbindt. Hè. Je gaat in de tuin, je gaat in het bos, voedselbos gaan wandelen, je gaat vruchten plukken, je gaat met je buren connecteren. In New York gebruiken ze het eigenlijk om de afstand tot lokaal voedsel te verminderen. En daar zetten ze zelfs in op voedselbosboten. Daarmee omzeilen ze ook een beetje de wetgeving die het moeilijk maakte om te gaan boeren in de stad. Maar dit is eigenlijk een soort cultureel centrum, maar eetbaar cultureel centrum dat mensen echt ook met elkaar verbindt. Maar dus het is niet nieuw, bestaat al, er zijn al heel veel voorbeelden. En in onze zoektocht naar expertise zijn we eigenlijk gestoten bij Bart Bakkaert, dat is de hoofdbrigadier van de stad Aalst,
ontzettend. Aalst is op dat vlak een ecologische pionier. Ze zijn al eigenlijk jaren hun stad anders aan het inrichten. En heel veel steden gaan daar dan ook de mosterd halen. En we zijn heel blij dat hij als visionair groen probleemoplosser ook 100% achter ons project staat. Wat dat tof is, is dat, en dat is, het woord smuljungle komt ook van Bart, omdat wij onmiddellijk op dezelfde golflengte zaten. Ik had zoiets, er is heel veel voor voedselbossen vanaf een halve hectare en groter. En heel veel organisaties die daarop inzetten. Maar wij willen echt inzetten op die kleine tuinen, zodat iedereen vroeg of laat een smuljungle kan hebben in zijn hof, hè, als we het zo zeggen. Bart, zijn eigen tuintje is 4 meter bij 20, dus het toont dat we veel meer kunnen doen. Het toont ook dat zelfs op kleine stukjes grond bij bedrijven er van alles kan gebeuren. En de stad Aalst heeft ons eigenlijk een terrein in bruikleen gegeven waarop dat we kunnen beginnen. Hè? Allee, beginnen is een groot woord, want de grond is echt verdicht door de aanleg van fietszones. Maar dit wordt ons paradijs. Hè? En wij gaan daar onze methodiek, waarin dat we alle kennis die we hebben gehaald rond natuurconnectie, mensen verbinden, met elkaar en met de natuur gaan uitrollen. En we doen dat niet alleen. We werken samen met Netwerk Aalst, dat is een cultureel centrum, met Lokaal Dienstencentrum De Toekomst en met ODC Hogeschool, omdat we ook richting scholen educatieve pakketten willen gaan maken. Dus we noemen het Living Lab, omdat we mensen verbinden met de natuur, zelfredzaamheid, meegeven, kennis delen en co-creatie en communities gaan bouwen. En we doen dat een beetje op een unieke manier. Dus we hebben de lekkere bekken. Die gaan echt kijken naar voedsel. En wat is leuk, wat zouden we willen in dat voedselbos? Hè? Dat is ook die smaakpapillen die zintuigen activeren. De troubadours zijn mensen uit de kunstenwereld en de creatievelingen die daar gaan inzetten op anders leren kijken, leren luisteren en die natuur anders leren beleven. We hebben de groene vingers die dan uiteraard aan de slag gaan. Maar we gaan ook altijd eerst gaan ontdekken wat er al is. Hè? Want er is al heel veel en daarop bouwen we verder. We hebben levenslang leren waarin dat we research doen en kennis delen. En vooral ook rond dat educatief pakket gaan werken. De core is het fundament van onze organisatie. En de raad ter wijze, daar zijn we heel trots op. Er zijn een aantal, als ik het mag zeggen, coryferen die heel veel kennis hebben op vlak van eetbaar lekkers. We hebben bijvoorbeeld Willy Keimeulen, 83 jaar, expert op vlak van moerbeibomen. We hebben Mark Heertse van de zomerproef van de proeftuin in Zomerhem, die ook op pensioen gaat en heel veel kennis heeft op vlak van eetbare lekkere bessen. Dus we proberen die mensen ook te betrekken en ervoor te zorgen dat ze kunnen meedoen. Meneer Meerts, moet ik zeggen, is degene die alles weet over lokale Aalsterse appel- en perenrassen. En die betrekken we ook, omdat we ook een stuk op dat terrein absoluut willen gaan naar erfgoed, naar wat er vroeger was. En dat terug, die verhalen daarom terug sprokkelen. Ik noem het een beetje, we trainen de trainers, hè, zodat we meer impact genereren en van lokaal naar vocaal gaan. En bij alles dat we doen, om dat duurzaam verhaal, ik noem het Sustainable by Design, te introduceren, denken we ook na van, oké, we hebben nu zoveel vakjes die we aanvinken, hoe kunnen we nog een stapje verder gaan? Ik noem dat eigenlijk altijd de mamascore. Dat is ook, ik begin altijd in een cirkel en dan vraag ik aan iedereen, wat is uw mamascore vandaag op 10? En we proberen eigenlijk op het einde van onze ontmoetingen die een stapje naar boven te krijgen. Hè? Omdat iedereen start de dag op een andere manier. En het is net door te verbinden en die cirkels te vormen, dat je die energie en die kracht voelt van dat samenwerken, waardoor dat je alleen maar gelukkiger kunt worden als mens. Dit is waar we nu staan. Dus we zijn nu volop bezig met de crowdfunding om plantgoed te kunnen kopen. En dan vanaf maart en april gaan we richting grotere sponsors. Maar dat is in het kort onze smuljungle, waarin dat we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bewegen om toch actie te ondernemen voor het klimaat. Hè? Op die 10% privétuinen die we allemaal bezitten. Voilà. Dus dat was mijn verhaal. Ik weet niet of er vragen zijn. Ja, dank u wel, Trace, voor dat mooi geïllustreerd verhaal. Ik lees een opmerking van onze ambassadeur Jan Stel. Het is die smuljungle in Aalst. Het is een heel mooi voorbeeld van aan een transitie werken. Marianne had ook een meer principiële opmerking.
Je wilt de planeet redden, heb je in het begin gezegd. Hij zegt, ja, die planeet hoef je echt niet te redden. Die doet dat zelf wel, al 3,5 miljard jaren. Hetgeen dat we moeten redden, dat is onze mensengemeenschap op die planeet. Wat denk je? Ja, maar ik heb gezegd, we zijn een onderdeel van het ecosysteem. Hè? Dus eigenlijk is het zo... Als je zegt, als je de mens wegneemt uit het ecosysteem en je zegt, we halen ons eruit, ja, dan eigenlijk is dat ook een arme planeet, naar mijn gevoel. Dus ik geloof echt wel is dat de mens daar een plaats in heeft. Maar niet zoals dat we nu bezig zijn, natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen, als de mens geen ecosysteem is, wat zijn we dan wel? Dus we maken wel een onderdeel uit van die biodiversiteit. Alleen zijn we, zoals we het nu doen, niet echt goed bezig. Dus vandaar dat ik niet graag doemdenk en zeg, oké, we gaan naar we halen de mens eruit en de planeet, ja, oké, maar we zijn dan ook een stukje biodiversiteit kwijt. Dus dat is mijn gevoel. Maar ik snap uw redenering absoluut, hoor. Ja, je nam ook de term groene revolutie in de mond. En daarbij wordt opgemerkt dat dat ook een term is die in de jaren 70 veel gebruikt is om de productie op te drijven via kunstmest, via veredeling van zaden enzovoort. Die heeft toch ook een heel negatief impact op de biodiversiteit, op de kwaliteit van de bodem en zo. Hè? Ja. De groene revolutie gaat mij meer over het feit dat er jongeren eigenlijk vooral actie aan het ondernemen waren. Dus bij de groene revolutie wil ik absoluut niet duiden op die kunstmest en zo. Hè. Dus als ik zo tussen de boeren sta, want ik ga heel graag... We zitten ook samen met de denktank rond het landbouwbeleid in Aalst. Ik vertoef ook graag tussen die boeren. Ik denk dat we ook niet mogen onderschatten, want we schieten dikwijls op de boeren, maar hoe dat ze ook gemanipuleerd zijn in een richting om net die kunstmatige stoffen en zo te gebruiken. Hè. Samen met de zaaicatalogus komt eigenlijk ook de sproeicatalogus. Hè. Vanuit Europa is er ook een trend geweest om hen te ondersteunen, maar dan vooral echt in massaproductie. Waardoor dat als ik terugga naar die moestuin en dat voedselbos, waardoor dat de grond meer en meer uitgeput geraakt. En natuurlijk staat de farma dan te springen om die te voeden met kunstmatige meststoffen en andere producten om die grond te nivelleren. Maar ik denk, als ik zo kijk... Die mensen zijn bezig met overleven. Als in een overlevingsmodus ben je niet bezig met duurzaamheid. Ik bedoel, ik denk dat er niemand in Oekraïne nu aan het denken is over duurzaamheid. Waarom niet? Omdat je zit in overlevingsmodus. Dus het is ontzettend moeilijk om ademruimte te creëren bij die mensen om het anders te gaan doen, wetende dat die onder een heel grote schuldenlast zitten. Dus ik hoop, ze weten ook dat er een verandering moet gebeuren. De vraag is, gaat ze snel genoeg kunnen gebeuren? Dus we hebben daar nog een weg af te leggen. Dominant in onze samenleving is het rekenen, tabellen. De opbrengst, wat is de opbrengst van die voedselbossen? Kun je daar mensen mee overtuigen die heel gericht zijn op zoveel mogelijk opbrengst? Ja, ik moet zeggen is dat de complexiteit, als je kijkt, ketelbroek is opbrengst. Ik denk dat ze iets van... die kunnen echt aantonen dat ze het beter doen dan gewone klassieke... boeren qua opbrengst. Het grote probleem is dat je met een hele lange aanloopperiode zit. Die bomen zijn niet van vandaag op morgen groot. Hè? Dus hoe ga je boeren die willen overstappen naar een andere manier van boeren in die tussentijd vergoeden? Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Want als je geduld hebt, dan kan zo'n voedselbos dat echt gefocust is op voedselproductie, absoluut voldoende voedsel opbrengen. In sommige steden wordt dat zelfs gebruikt om in arme wijken een stukje voedsel te voorzien.
Maar je zit met die trage groeikurve. Als ik morgen maar, zaad... Als dat nu een volwaardig voedselbos is, hè, na een aantal jaren, hoe is de opbrengst dan? Is die vergelijkbaar met de opbrengst van de biolandbouw, van de klassieke landbouw? Bij Ketelbroek kwamen ze uit op 300 euro per aar, zoiets. En dat was dus meer dan de klassieke landbouw. Maar het was zelfs zo is dat sommige boeren dat niet geloven. En dat komt omdat je zit met niet alleen je fruitproductie, maar ook je opbrengst van je hout. Hè. En een gezond voedselbos dat om ecologische redenen is opgestart, ga je ook werken met wijkers en blijvers. Dat wil eigenlijk zeggen is dat je heel inzet op die biodiversiteit, dat je redelijk dichter bij elkaar komt, maar dat je dan wel ook ervoor zorgt dat je door een gezond kapbeheer voldoende die lichtpenetratie nog in die onderlagen laat toestaan. De oudste agroforestryboer die ik ken, is 12 jaar bezig, heeft een hoogstaand boomhaard en nu gaat Koren bij hem zijn noten gaan halen. Dus het kan. Maar hij heeft bijvoorbeeld ingezet op hout, op notenboomhaard, sorry, dus een notenboomhaard, heeft ingezet op notelaar, omdat hij ook weet dat dat hout op termijn veel meer gaat opbrengen. Weet dat er nu al investeringsmaatschappijen zijn die mensen die morgen beginnen met agroforestry, die het land opkopen of de bomen opkopen voor de CO2-certificaten. Hè? Dus je gaat voelen dat daar ook een volledige... Ja, is dat greenwashing of wat moeten we daarop zeggen? Is dat er wel een transitie aan het gebeuren is naar meer inzetten op bomen in die akkerbouw? Het grote probleem is, en we mogen dat ook niet onderschatten, een gewone klassieke boer die kent niks van bomen. Hè? Die kent niks van fruitbomen of van eetbare struik. Dat is een specialisme. Dus in die zin is dat, kan je ook niet verwachten iets dat je niet kent, dat je daar morgen mee gaan beginnen. Dus daar is nog een volledige weg af te leggen. Je hebt terecht gezegd dat 10% van het Vlaamse grondgebied in beslag wordt genomen door privétuinen. De vraag is, en je hebt ook een voorbeeld van een voedseltuin in zo'n kleine privétuin getoond. Hoe begin je eraan als je zelf in je eigen kleine tuin een voedselbos wil creëren? Ik ben nu gestart met een achtdelige, heel eenvoudige reeks, omdat de meeste opleidingen voor echt een voedselbos van meer dan een halve hectare zijn zeer ingewikkeld. Dus ik combineer de opleiding die ik zelf gevolgd heb als tuindesigner, hè, omdat als je een purist, hè, iemand die echt alleen voedselbossen doet voor biodiversiteit en ecologie, ja, dat is niet noodzakelijk altijd de esthetica die wij verwachten in een tuin. Hè, omdat je in een tuin ook nog wilt inzetten op schoonheid. Je wilt ook nog een paar functies, waarschijnlijk voor als de kinderen komen spelen. Dus ik probeer het best of both worlds te maken, zodat je je tuin voor de helft veel biodiverser kunt inrichten en dat die toch functioneel is. Maar het is eigenlijk niet zo ingewikkeld. In die zin is dat... uiteindelijk gaat het over die lasagne van fruitbomen en een goed plan maken. En dat kan je op heel eenvoudige manier leren, omdat uiteraard als je een boom zet in je tuin, moet hij op de juiste plaats staan. Hè? Niet te dicht bij de buren. Je zit met je regelgeving, die toch wel redelijk complex is in België, maar toch weer niet zo. Je zit met die schaduw waar je moet rekening mee houden. Er zijn een aantal basisprincipes. Maar in principe is het niet zo ingewikkeld. Dus je zou het allemaal wel kunnen met een paar handvaten. Bestaat er binnen een vereniging als Veld interesse voor het systeem Voedselbos? Veld heeft net een heel grote actie afgerond. Ik wil er vanaf zijn. Ik dacht in Limburg, maar ik kan ook fout zijn, waarin dat ze met een volledige community, een volledige eetbare voedselbosrand hebben ingericht, op vraag van de gemeente. Dus Veld is ermee bezig, Natuurpunt, Bos Plus, maar die zijn meestal bezig echt op maat, hè? Dus op grote schaal. Hè? Dus die denken dan aan groter dan een halve hectare. En bijvoorbeeld, heb je een stuk grond, zou ik ook altijd zeggen, begint niet op bosgrond, dat is uit een boze. Hè? Dus op bosgrond een voedselbos vergeet dat, want het bosdecreet staat eigenlijk niet toe dat je dat omtovert in een voedselbos. Hè? Dat is die wetgeving waar we nog aan het sleutelen zijn. Maar als het geen bosgrond is,
dan Bos Plus ondersteunt ook mensen, zelfs met subsidies, die een groter stuk terrein willen aanpakken. Helpen jou dan ook met het uittekenen van jouw voedselbos. En omdat dat dan een soort verzekering is dat dat geen bos is. Hè? Want in principe, als je morgen gewoon in jouw tuin heel veel bomen bij elkaar zet, zelfs al zijn dat fruitbomen en lekkere bomen, notelaars, en je zet die te dicht, dan wordt je tuingrond een bos. Dus je moet ook een paar regels in acht nemen vooraleer dat je begint. Ja. Is elke grond eigenlijk geschikt voor een voedselbos? Wat zijn de voorwaarden voor de bodem? En hoe kun je die bodem geschikt maken voor een voedselbos? Ja. Dus het is onbegonnen werk om, als je een zandbodem hebt, om die 100% om te toveren, om de juiste bodemgesteldheid te hebben. Wij vertrekken eigenlijk van een bodemonderzoek. Dus we hebben je kunt dat spelenderwijs zelf doen. Hè? Dus dat is zo'n doe-het-zelf-kit die we dan hebben. Maar je kunt ook bij de bodemkundige dienst en andere organisaties grondstalen laten maken. Wij vertrekken altijd van de bodem die je hebt. Ik heb bijvoorbeeld een zeer zure bodem. Ja, dan vind je gewoon de juiste planten. Blauwe bessen vinden dat heerlijk. Dus ja, bon, dan moet ik inzetten op meer blauwe bessen dan iets anders. Dus we gaan. Het is wel zo dat na verloop van tijd jouw bodemsamenstelling ontzettend verbetert. Waarom? Omdat wij gaan bladeren laten liggen. Wij gaan takken laten liggen. Wij gaan wel mulchen. Hè? Maar je bodem wordt alleen maar beter. Maar we vertrekken wel van wat er is. Mulchen, wat is dat? Ja, mulchen is, je zou kunnen zeggen, is eigenlijk een verteerde laag van bladeren, takken, aarde, grond, een stukje compost ook. Hè, maar compost is nog vetter, zou ik dan zeggen. En mulchen is eigenlijk uw bodem voor een stuk bedekken, zodat uw vochtigheid en uw ondergrond wordt afgedekt. Het helpt eigenlijk ook om je, zeker in het begin, als die bomen nog niet groot zijn, om je bodem een beetje bij te voeden. Maar mulchen is eigenlijk afval, bladafval, dat verteert. Dus wat wij doen bijvoorbeeld, is geen bladeren ruimen. Je zou daar ook al mee kunnen beginnen. Geen bladeren ruimen. Laat die maar gewoon liggen. En dan zal jouw bodem al super, super, super happy zijn. Planten hebben ook licht nodig, zonlicht, de fotosynthese, water, voedingsstoffen en zonnelicht. Hoe zorg je ervoor dat de laag groeiende planten toch voldoende licht krijgen om te groeien? Moet je daar bomen ommaken? Of, Nee, dus eigenlijk wat dat is, en vandaar dat je moet slim aanleggen. Ik zie soms mensen, zo'n groot voedselbos, ze beginnen al allemaal direct de grote bomen te zetten. Het is kwestie van eigenlijk uw lasagnelagen samen aan te leggen. En wat gebeurt er? Uw boom groeit trager, uw onderste lagen groeien iets sneller. Dus die worden sneller volgroeid. Hè? En die kunnen genieten van heel veel licht, omdat die boom nog niet zijn volledige oppervlakte heeft benut. En in de aanleg, in het plan dat we maken, zorgen we er ook voor dat die grote bomen verder uit elkaar staan. En dan uiteraard gaan we een stuk onderhoud doen, snoeien, maar zo weinig mogelijk. Hè. Dus het is echt door de bomen op de juiste plek te zetten dat we proberen zo weinig mogelijk te snoeien. Want eigenlijk, wat dat probleem is, ik rij soms langs in Vlaanderen en ik zie daar zo van die bometjes op de oprit staan, op 3 meter van een woning. Ja, dat komt niet goed. Die boom gaat groot worden, je snoeit die. En wat gebeurt er bij een boom als je die snoeit bovengronds? Die wil eigenlijk even groot worden als zijn onderstel, als zijn wortelgestel. En wortelgestel is ongeveer soms tot 1/3 breder dan uw kruin. Ja, die gaat beginnen gelijk. Dat is zoals als ik naar de kapper ga, ik snijd helemaal af, dan gaat mijn haar rapper groeien. Hè. Dus dat is juist hetzelfde met bomen snoeien. Dus als je dat doet, wat krijg je dan? Wildgroei aan nieuwe takken, waardoor dat je moet blijven snoeien. Dus we proberen de juiste boom op de juiste plek en zo arbeidsintensief, slim nadenken, dat we niet slaaf worden van onze tuin. Iemand heeft op voorhand gevraagd, als je fruitbomen plant, hoe zit dat met de waterbehoefte? Ik was in dubio, omdat bijvoorbeeld iemand van de bodemkundige dienst op een bepaald moment zei,
Ik zou vandaag geen tamme kastanje meer zetten, omdat die eigenlijk met die klimaatverandering heel veel water nodig heeft. Hè. Dus er zijn al een aantal gemeenten die websites hebben met duurzame bomen. Hè. En dat is ook zo fijn aan Martin Hermy, heeft daar ook al rekening mee gehouden in de plantenkeuze. En heeft voor ons speciaal zijn plantenkeuze, zijn bomenkeuze gemaakt voor duurzame bomen die wel eetbaar en lekker zijn. Is dat je moet daarover nadenken. Maar het is niet zo is dat een appelboom of een perenboom meer water nodig heeft dan een andere boom. Hè? Maar sommige soorten zijn veel gevoeliger voor die klimaatverandering. Bijvoorbeeld beuken hebben het ontzettend moeilijk gehad. Daar is in het proefterrein in 2018 was er al 30% sterfte. Dus we gaan al moeten durven kijken naar duurzame bomen. En daar zijn al lijsten van, in functie van welke ondergrond dat je hebt, om daar slim op in te zetten. Heeft de Boerenbond belangstelling voor voedselbossen? We hebben al een subsidie gekregen van de CERA. Dus het is een begin. Maar ik denk dat de Boerenbond sowieso wel door heeft dat de huidige landbouw, zoals ze vandaag is, niet verder kan. Hè? En dat daar een drastische verandering nodig is. Ja, de vraag is alleen, wie heeft er de culot om die drastische verandering versneld door te voeren? Hè? Want ik heb zo het gevoel dat de stappen die worden genomen, gaan niet snel genoeg, zoals dat wij allemaal wel weten, dat eigenlijk zou moeten. Het probleem is natuurlijk, is dat als je kijkt nu, ik was op die landbouwbeleid workshop. Ja, er waren drie boeren die de boeken moesten neerleggen. Dus je zit ook met die menselijke drama's die we niet mogen onderschatten. En de vraag is, wie gaat dat opvangen? Hè? Dus ze hebben interesse, inderdaad. Maar ja, heel veel van die proefterreinen van boeren waar ze mee werken... Ja, ik ben naar één geweest en dat was de Bayer Farm. Dus dat zegt genoeg. Hè? Heel dikwijls wordt dat ook gesponsord en gedreven vanuit die farma-industrie. Dus ik heb vooral mijn hoop bij nieuwe jonge boeren die willen beginnen. Maar het is een challenge. Hè? De administratie is hels. Zeker als je dingen wilt doen die niet klassiek zijn. Het is niet gemakkelijk. Een andere ambassadeur van onze club is Luc van Krunkelsven, de man van Wervel ook. Ja. Die maakt geregeld ook via de chat aanvullende opmerkingen over agroforestry en het werk dat Wervel daarvoor doet. Ja. Iedereen. Alle links staan ook op de website. Hè. Dus ik heb er eigenlijk een zaak van gemaakt, omdat ik wil vooral mensen verbinden en ik heb zoiets... Wij zijn meer een soort eerste lijnzorg, hè, omdat er heel veel mensen al bezig zijn. Dus alle links, bijvoorbeeld naar Agroforestry Vlaanderen, Ilvo heeft ook persoonlijk advies voor mensen die echt professioneel willen met... Ilvo, wat is dat? Ilvo is het Instituut voor Land- en Tuinbouw. Hè. En staat dat positief tegenover voedselbossen? Ja, absoluut. Dus zij zijn eigenlijk degene die nu het Action Lab voedselbossen aan het initiëren zijn, waarbij dat ze willen inzetten niet alleen op adviseren richting overheid en beleidsmakers rond wetgeving. Ze zijn ook bezig met bewustzijn bij boeren aan te wakkeren. Pomona boerderij bijvoorbeeld in Sint-Niklaas is daar een van die pioniers, die voortrekkers. Zij verbinden ook alle voedselboseigenaars met elkaar. En zij hebben ook gevraagd van ons om daar mee aan te sluiten. Omdat, er wordt dikwijls vergeten om te kijken, en dat is dan mijn achtergrond, omdat ik gestart ben vanuit die media waarin dat we heel sterk kijken, wat willen eigenlijk de consument of hoe kijkt de consument naar ons, om dan op maat van die consument dingen aan te bieden, is om het toch te verplichten om na te denken van oké, als je wilt verandering bij die boeren terecht, hè, dat terecht is teweeg brengen, moet je eigenlijk eerst in hun schoenen gaan staan en gaan kijken wat remt er hen af. Wij zijn nu bijvoorbeeld ook met Mos Vlaanderen bezig, dat is de organisatie die scholen ertoe aanzet om veel meer in de natuur te gaan lesgeven. Die waren van alles aan het doen. Ik heb gezegd, ja, maar wat beletten leraars en onderwijs om in die natuur les te gaan geven?
Ah ja, dat weten we eigenlijk niet. Ik zeg, laat ons dan eerst een enquête doen. Gaan kijken van, wat zijn die remmende factoren? Omdat als je dat weet, dan kan je heel gericht actie voeren, die remmende factoren wegnemen en mensen sneller versneld in die transitie meenemen. Dus het is boeiend wat er omgaat. En ik ben absoluut geen... Er zijn mensen die 10.000 keer meer expert zijn. Maar wat ik probeer te doen, is mensen te verbinden en om die transitie, die anders denken, te versnellen. Dus dat is zo'n beetje waar het snijvlak waarop dat wij spelen. Er komen niet alleen vragen op de chat, maar ook heel wat positieve reacties. Vooral dat verbindende wat jou drijft, dat spreekt heel veel mensen aan. Er zijn ook mensen die zich voornemen om er met hun kleinkinderen over te spreken. Heel hard bedankt, Trace, voor je zeer inspirerend verhaal. Het doet veel plezier om te zien dat mensen zo heel concreet toch bezig zijn in de strijd tegen die klimaatcrisis. Hè? Ja, het gevoel dat we iets kunnen doen. Hè? En zeker als grootouders, als jullie met jullie kleinkinderen de natuur kunnen, om dat experimenteren terug wakker te maken. Hè? Echt te leren kampen bouwen, hè? Proeven, laat ze maar een ander vuil maken in die grond. Dat is, want anders ga je nooit mensen creëren die actie gaan ondernemen om voor die natuur te zorgen. En dat was bij mij echt een eye-opener. Dus die zintuigen en die natuurconnectie. Bosbaden is daar iets van. Zeker kan ik absoluut aanraden om die natuurconnectie terug te versterken. Goed, dank u wel. Ik ga nu de volgende webinars aankondigen en via de sharescreen dat proberen doen. Hier hebben we de website van de grootouders met de agenda. Daar vind je altijd de geplande webinars, naast geplande acties, naast een overzicht van de voorbije webinars met links naar ons YouTube-kanaal, waar je de webinars kunt opnieuw bekijken. De volgende webinar is op 21 maart. En dan komen we dicht bij Kunming, de wereldtop over biodiversiteit. En Trace heeft dat eigenlijk ook al heel goed voorbereid. En dan gaan we iemand anders, Koen Stuyck. Dat is de woordvoerder van het World Wildlife Fund. Die gaat daar zijn licht laten overschijnen. En dat vanuit een mondiaal perspectief. Want zijn organisatie brengt elk jaar een rapport uit over hoe dat de biodiversiteit wereldwijd eraan toe is. Met ook aandacht hoe dat zit bij ons. En hij gaat ons ook vertellen wat zijn organisatie vindt dat er uit die klimaattop in, biodiversiteitstop in, ik wou wel zeggen Glasgow, hè, maar het is Kunming, China, zou moeten uitkomen. Hè, want zoals Trees ook gezegd heeft, de biodiversiteit wereldwijd staat er bijna even erg aan toe dan het klimaat. Dat is minder bekend, minder direct voelbaar, hè, dat er op dit ogenblik aan een ongezien tempo soorten verdwijnen. Nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de aarde dat het zo snel gaat. En de grote boosdoener is eigenlijk de mens die steeds meer ruimte opeist. Dat verhaal brengt Koen Stuyck dus op 21 maart. Ik ga ook al de volgende webinar aankondigen, omdat we daar een beetje fier over zijn. We hebben namelijk Jan Rotmans daarvoor gestrikt voor een webinar op 11 april. We hebben Voedselbos, dat op de eerste zicht is dat een detail, kunt je zeggen. We hebben met andere webinars nog andere invalshoeken gebruikt. Jan Rotmans, die klimaatproblematiek, de transitieproblematiek,
al vele decennia volgt als wetenschapper, als geëngageerde wetenschapper, die zal daar een soort van synthese rondbrengen. Hoe dat al die dingen in diverse transitiepaden moeten gesitueerd worden. Jan Rotmans is ook de man die samen met Marian Minnesma Urgenda heeft opgericht. De organisatie die de in Nederland de rechter heeft uitgenodigd, gedwongen heeft om de overheid aan te sporen tot meer ambitieuze klimaatactie. De Nederlandse overheid is veroordeeld en Jan zit daar ook achter. En dat is ook een model dat dan wereldwijd ook bij ons wordt toegepast. Zien naar de wetgeving en zien waar de overheid haar zorgplicht tekort is geschoten. Zorgplicht die waar ze wettelijk aan moet voldoen. Recent is hij ook op het scherm van de VRT te zien geweest in de reeks van Gilles Peeters, Wat houdt ons tegen? Hij is daar geregeld aan het woord geweest. Hij heeft ook een boek gepleegd, Omarm de chaos. Hij zegt een beetje, ja, hè, daar heeft Therese het ook wat over gehad, die onzekerheid van mensen op dit ogenblik. Maar die onzekerheid, die chaos, daar zitten toch, en dat is interessant bij hem, daar zitten interessante sporen aan naar een nieuw evenwicht. En hij gaat die 10 transities die aan de gang zijn in zijn webinar belichten. Dus hou die datum zeker vrij, 11 april.